jongens en vrouwtjes. Ja. Oeh, hier ben ik al. Met al je leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet! Ja. Ik maak van Cornelia mijn watersguot opromen. Romke zal me helpen, maar krijgt dan in ieder een volle better idee. Nou ja, volle better. Auto's op een stoepen. Tomke zit op een vlier. Oeral leidt watersguot. Zijn kast is leeg en de bak met auto's ek. Nou, was alles maar mooi weer opgeromd hier, Tomke. Toch de auto's maar in de bak. Dan zetten we die haast twee kreeën in de kast. Zal ik je helpen, Tomke? Oh ja, dat is goed. Het ben wel een hele protte auto's, hè? Tomke gooit een auto in de bak. Goed zo. Romke neemt een raceauto in de bek... en tot hetzelfde. Oh, ik vind niet on opromje. Ik wil boeten watje met de auto's. Ik weet wat. We gooien een paar auto's in een bak en dan geven we er lekker mijn boeten te. Ja. De groene trekker komt in de bak en de melkwijn en twee vrachtauto's en een jeep en een raceauto en nog volle meer. En dan... rol je ze heel stil de bak naar de achterdoor. Kom maar, Tomke. Cornelia zit met een noos in de kranten. Die shirt is net. Tomke en Romke sloepen oer het paadje de tuin in. Waar zijn we boadje, Romke? Nou, net in de tuin, want daar zegt Cornelia huis. Ik weet al wat. Wij boadje voor, op de stoepen. Ja. Ja, dat is een goed idee. Er kunnen hele brotte auto's op. Dat wordt een grut parkeerplak. Ze rol je de bak met auto's de stoepen op. Tomke zet de molkauto op een tegeldel. Romke helpt met de orenauto's. Zo? Ja, op elke tegel komt een auto. Even letter is de bak leeg. De auto's zijn op, Tomke. We maken een nieuwe heli. Ja, ja. Het parkeerplak is nog lang net vol. Er zijn nog een hele protte tegels op de stoepen. Romke en Tomke rennen weer met de bak het paadje op. Naar de achterdoor. Ze loeren de kamer in. Sst. Cornelia leest nog heel diep de kranten. Kou, 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 naar mijn kemmeke. Tomke en Romke sloepen Tomke zijn kemmeke weer in. Romke smiet een grote bus in de bak. Ho! Boink! Geert het? Sst, voorzichtig, Romke. Anders gaat Cornelia huis. Oh ja. Huh? Wat is dat? Huh, ik meerde dat ik wat jadde. Oh, dat binnen Tomke en Romke verzeild. Die binnen trok aan het opromien. Ik slaast maar even zien hoe vier het ze binnen me opromien. Heel, heel stil lizen Tomke en Romke wermprotte auto's in de bak. Romke vindt de plastic boot ik wel mooi. Die maakt ik mij. Dan rol je ze tegeren de bak weer naar de stoepen. Ik maak ze deze rieke tegels vol, Tomke. Eerst de boot. Die maak ik op het parkeerterrein. En daarachter zet ik de bus. Ik doe deze rieke tegels. De hele stoepen is haast vol. In de vierte rent postbode Pieter met zijn postkarke op een stoepen. Postbode Pieter had het drok. Ik wil dat alle mensen je het past en maten. Nou, een brief in deze bus, een vlug een kaart in die, en een krant in die griene bus. Mijn karke is nog lang niet leeg. Postbode Pieter draaft achter zijn karke. In zijn hoorn had er een stapel post. Even kusje, van waar is deze kaart ik alweer?
Pieter sjocht naar het adres op de kaart. En net naar de stoepen. Net naar de auto's van Tomke. Maar de ene voert trapert er op een vrachtauto. Maar de oren voert op een mokwijn. En dan ploft er op de tegels van de stoependel. De kaart vlucht door de loft en het postkarke kiepelt het om. Alle post blijft op een stoepen. Dat is zeer. Al mijn schondere post lijkt hier op stritten. En waar het die stoepen hier vol zet met auto's? Tomke en Romke krijgen een dikke reerde holle. Dat gaan wij niet in postbode, Pieter. Nou, een mooie, waarom is dat? Cornelia had de kranten uit. Ze rint naar het kemmeke van Tomke. Maar wat is dat nou? Huh? De bak van de auto's is fort. En de meeste auto's ek. We hebben een Romke en Tomke. Die togen hier pissen stikken uit naait. Waar zoen ze wezen? In het tuin misschien. Cornelia rint zijn hutsek in de tuin in. Maar daar ben Tomke en Romke ik net. Nee. Ze rint de stoepen op. En wat shot ze daar? Pieter de postbode. Oh jee. Hij leidt lang uit op een stoepen tussen de brieven en kaarten en kranten. Pieter? Ja. Waarom leidt je zo op een stoepen? En wat toch al die auto's zeggen? Nou, vreeg je dat maar aan Tomke en Romke, Cornelia? Ze gaan van de stoepen een parkeerplak maken. Togenierten. De stoep is geen parkeerplak voor auto's. Nou, koude auto's in de bak. Dan zal ik Pieter Oranje helpen. Even letter zitten alle auto's weer in de bak. Tomke en Romke matten ek alle post op, ziekje. En in het karkendwaan. Nou, hebben we geen parkeerplak meer, Romke. Nee. Nou, ik weet wel een heel mooi parkeerplak voor die auto's. Oh ja? Waar dan? In die kast. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De troep. De troep. De troep. De troep. Kom je een troepenschap, overal waar je wel wat. Hier een sticht, daar een dap. Hier een beer, daar een pop. Ja. Haha, die Romke. Juf, wil graag weer kikkerdril in de klasse ha. En Pier en Marieke, die weten wel waar ze dat fine kennen. Rodding. Jongen en pampe heel gewoon. Wat je tussen boeten door. Weer een krek niet als een oor. Maar toch had ik een klaar. Ja, hij is een heel speciaal. Fratsen, fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, fratsen, elke rooi, kom maar mooi. De kikketsprong. De squalle giet nog lang net in, maar Pier en Marieke binnen al onderwijs. Waarom weer saboteerd van een middje? Wie hier het eten allemaal krijgt op? Dus hij de mem was een fort. En dode zek. Ja, ik ek. Hey, zien we even zien of er al kikkerdril is? Waar? In die sleert achter het parkje. Hebben we nou wel even gesonteerd. Je vreeg om ons, waar al wat zoen hier? Ze willen weer kikkerdril in de klasse ha. Dik op een genoeg in de klasse. Ja, doveral. Kom mij, we zien even. De beren draven het parkje terug op naar de kikkersleert. Nou, je valt net volle te zien.
Alle jaar einde kroos. Aan de oren kant net. Maar hoe komen we daar? Gewoon. Springen. Bist gek. Wie is de breed? Valt er wat mee? Of dwars net? Nee. Do? Do was kikkerdril ziekje. Ik en net. Ah, Dodo is ik net. Ik zou het wel kunnen. Opskeppen. Dat dan? Waarom zoek? Wat maakt aan de oren kant? Zien wel dat ze het net doorst? Kom maar, ik kan wel omrennen. Daar bij de diek is aan de oren kant komen. Ik ren net om. Dan spring ik liever. Makkie. Nou, toe dan. Als doorst. Oké. Wel mij een oorloop, hè? Ja, vanzelfs. Maar hoe kom ik dan weer om? Ja, springen. Waarom is het nog makkelijker? Hoezo? Ja, dan wist als het kist. Doe dan. Wij wachten nog op. Daar was het in. Thomas staat aan de kant gaan. 1, 2, 3. We blijven staan. Let op. Hartstikke idee. Oh. Nee. Alle je modderje. Het is echt nog een vieze stjongsleet. Maar ik weet er haast. Kom hier. Ja, mijn hoorn. Dan loop ik niet eruit. Oh. Haast al je troepje hier. Hé, het lijkt wat Jill. Gekver. Al je glibbertroep. Oh, wat is het? Ja, het is kikkerdril. Doe als een dril op mijn kop. Haast het dan nog voen. Ik ben dwaal. Ja, en go, man. Ze is onder de modder. Maar is het eerst al onder de douche. En mijn kleren dan? Ik maak droge kleren, hè? Hoe kom ik aan oren kleren? Het is vanzelfs, grutte oen. Kom maar in de huis. Gauw. Het is nog betiert, gelukkig. Wat nou thuis? Dus met me die binnen drommers net. Ik kan er net eens in komen. Ik haak in kaai. Dank je maar bij u onder de douche. Kom maar nou. Avanceren. Bij Marieke thuis die pier al gauw onder de warme douche. In een omsjog is er weer skin en roept er wel lekker fris. Marieke haar mem stiet al kleer, maar een eremvol klingen. Maar het binnenklingen van Marieke, oors had ze net. Nou, Pier jongen, ja, ik weet net. Ik ga je nog wel een spiekenbroek. Ja, die zal wel te liet wezen, ben ik bang. Je kist hem alleen proberen, maar... Nee, ik kom daar net in zien. Is het te krap? Ja, nou dan weet ik het ook net, hier. Ik ga nog wel een jurk en een paar rokjes van Marieke. Die zal die wel passen, denk ik. Maar ik weet net als het wel... Ik ging net in een jurk naar Squallen. Hey, mem. Ik ga echt nog een sportbroek, jongens. Ja, maar dat is wel heel koud nou, hè? En ben je met jou eronder? Dan ren ik hier onder, vraap. Maar er zit niet oors op. Met een lange trui van Marieke, het sportbroekje... en een paar reden met Jozoon... rent Pier achter Marieke oor naar Squallen. Troch alle gedoog komen ze echt nog te let. De Squallen is al lang in. Sorry, juf. Maar ben je een pechonderwijs? Zo. En daarom ben je hem zo let. Nou, mooi is dat. Wij willen haast een jaloer aan de gong. En wat stelt dit voor, Pier? Waarom rist er zo bij? Denk toch soms dat wij gymnastiek ha? Ik ga krek gymnastiek dien. Zo, do hast krek gymnastiek dien. En wat voor gymnastiek dan wol, als ik vreeg je mij? Vier springen. Ik ga de kikkersprong oefenen. Ja. Huh? Ja. Nohoi! Ja. Voortgaan. Peppe, je weer voort. De bus zit al klaar. Dag Pake, dag Peppe, om de oren keer. Ja. Thank you.
Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Om on. Hoi. Au. Nou.